Vanavond zit bij mij aan tafel een speler van bijna 34 jaar. Een schoffelaar en een breker, dat zei ik al. En hij speelt bij de nummer 18 in de Eredivisie. Kwam op zijn tweede naar Nederland vanuit Spanje. Speelde 11 seizoenen voor AZ en nu dus bij RBC. José Fortes Rodríguez. Een hele goede avond. Ja. En wat leuk dat jij hier bent. Ja. Wat een hoop mensen niet weten, is dat je gewoon hier om de hoek woont namelijk. Ja, klopt. Ook mij, 5 minuutjes lopen. Ja, ja. Veel mensen denken nog dat jij in Alkmaar zit. Want ja, eigenlijk, je hebt elf jaar in Alkmaar gespeeld. Dus ja, je zou eigenlijk destijds verwacht hebben... Ik heb ook altijd mijn leven in Alkmaar gewoon. Ja. Alleen op een gegeven moment ga je naar Roosendaal. Dan ben je alleen, denk je, ja, Roosendaal. Zit je in je eentje. Dat is geen aanrader. Nou, met alle respect voor Roosendaal, maar ik denk, nou, Rotterdam is een grote stad. Dicht bij Alkmaar, ik ga vaak terug natuurlijk, mijn ouders zitten daar. Ja. Dus toen dacht ik, nou, die keuze Rotterdam wat makkelijker. Ik wil toch nog even met je hebben over AZ, want ja, daar heb je toch 11 seizoenen gespeeld. Je leek daar tot in de eeuwigheid te blijven, als een soort Mr. AZ. En toch, ja, je ging door een akkefietje, was je opeens weg. Hoe kwam dat precies? Nou, dat kwam eigenlijk omdat ik de laatste half seizoen, zeg maar, dat ik er gespeeld heb, zeg maar, bij AZ. Toen raakte ik geblesseerd. Ben ik geopereerd aan mijn middenvoetsbeentje. En dan ben je er even een tijdje uit. En toen had ik het gevoel dat de trainer dacht van, ja, je bent mijn aanvoerder en je speelt niet. En ik vind het heel erg voor je, dat meende hij ook, hè. Ik had een hele goede band. Ja. Maar ik had er alle begrip voor. Want ik dacht van, ja, luister eens, ik ben gewoon geblesseerd geraakt. En Joris Matthijs die viel toen voor mij in. Nou, die deed het hartstikke goed, maar niet alleen hij, het team won alles. Dus ik zal de laatste zijn die er wat van zou zeggen. Ja. En heel veel mensen dachten van, ja, hij speelt niet en dan wordt hij een beetje kwaad over. En dat is dus absoluut niet zo gegaan. Het was gewoon niet anders. Het is gewoon, de voetbalwet, dat hoort er gewoon een beetje bij. Maar op een gegeven moment kreeg ik een beetje wat woordenwisseling met Co. Omdat ik dat gevoel had dat hij het misschien ook een beetje dacht. Heb ik het nog duidelijk gemaakt, het is niet zo train. Ik heb er vrede mee, tuurlijk wil ik graag spelen. Want je bent een Spanjaard en een emotioneel mens. Jawel, en je zegt af en toe dingen die je beter niet kan zeggen. Dat klopt, dat is waar. Ja. Maar je moet ook begrippen hebben, ik ben wel reëel. Als je geblesseerd raakt en die andere jongens die winnen alleen maar, moet je gewoon je mond houden, ook al ben je aanvoerder of niet. Nou, maar op een gegeven moment zit je niet lekker in je vel, want je wilt spelen. Nou, en toen krijgen we dus een beetje wat woordenwisselingen. En toen vond hij dat ik mijn excuus daarvoor aan moest bieden. Ja. En dat vond ik dus niet. En toen heeft hij duidelijk gezegd van, als je je excuus aanbiedt, dan kan je terugkomen. En als je je excuus niet aanbiedt, dan moet je wat anders doen. Maar... Toen koos ik voor, dan maar wat anders. Ben je zo trots? Nee, het heeft niks met trots te maken, denk ik. Op dat moment was het gewoon mijn rechtvaardigheidsgevoel, denk ik. Ik vind trots dat een beetje... iemand zegt van, je moet nou sorry... Als je sorry tegen Co zegt, dan blijft je moeder nog lang en gezond leven. Sorry, Co. Het spijt me. Wil ik nog bij gaan huilen ook. Dus het gaat erom, waar gaat het over? Je bent toen naar RBC gegaan. Ik kan me voorstellen dat dat een cultuurshock is. Vooral als het gaat om het niveau. Het gaat allemaal wat gemoedelijker daar. Ook Brabant en zo. Ja, er liep geen Co-Adriaanse rond. Nee. Dus dan scheelt dat natuurlijk ook al. En dat merk je wel een beetje, vind ik. Ja. Past dat meer bij, hè? Nou, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit, denk ik. Ik speel voor mezelf, dus dan staat de tuinman voor de groep. Ik doe toch mijn ding. Ja. Maakt mij niet zoveel uit. Maar je hebt altijd inzet, want daar sta je ook in. Ja, dat heb ik altijd. Je speelt altijd op het randje. Ja. Hangt altijd tegen rood aan. Ik zag laatst de wedstrijd tegen Willem II. Toen dacht ik ook van nou... Maar goed, toen had je maar dan hoorde ik wel weer een commentator zeggen van... Ja, hij speelt op het randje. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, maar wat verwacht je dan? Degradatieduel. Klopt. Moet je gaan aaien of... Nee, precies. Komt of niet? Okay. Maar dat vind ik wel raar. Dat mensen dat niet begrijpen dan dat ik op het randje ga spelen dan. Nee, het is niet onbegrijpelijk dat je op het randje speelt. Maar op een gegeven moment maakte hij een paar overtredingen. Ja. En... was het toch duidelijk dat de hand een beetje boven het hoofd gehouden werd... wat de commentator destijds zei, dat Jol dat bij jou deed? Ja, volgens mij niet, denk ik. Nee. Laten we er niet al te lang over op ingaan. Vooral niet op de Temmink-affaire. Maar jouw aparte relatie met scheidsrechters. Je hebt of scheidsrechters waar je heel veel passie mee hebt... of compassie mee hebt, nou, of scheidsrechters... Ja. Of heb je helemaal niks met scheidsrechters? Net maakt me juist niet uit als je nou scheidsrechter bent of grensrechter. Ik zie je gewoon als, individu, als mens. En als jij gewoon normaal tegen mij, dan doe ik ook normaal tegen jou. En ik snap best wel dat je in emotie wat verkeerd kan zeggen, want dat heb ik zelf ook. Dus dat respecteer ik ook. Ja.
als een scheidsrechter een fout maakt en ik zie dat, dan zeg ik dat op een normale manier tegen hem. Ik zeg dat is echt fout of van je. En als hij dat gewoon op een normale manier doet, is geen probleem. Maar ik heb wel een, niet een hekel, maar ik heb wel een probleem met scheidsrechters die heel autoritair zijn. Die denken van, hé, je mond houden. Ja. Wat ik vroeger al klein was. Wil ik wat vragen waarom. En dat leidde destijds nou, met Temmink, tot een spraakwaterval. Ja, met Temmink had ik ook zoiets. Dat ik zei van, jezus, kneusje. Ja. En echt zo denigreerd naar me van, wat zeg je? Ja. Ik denk, je hoort me toch. Ja. Is dit jouw laatste half jaar als RBC degradeert? Nee, ik heb nog 1 jaar bij RBC, dus... Wil je nog Eerste Divisie spelen? Ja, liever eerder, maar ja. Je moet wel ook heel reëel zijn. Ik weet niet of jij je ogen dicht had, maar de afgelopen maanden ben ik toch niet goed aan het spelen. Dus dat is dan zo reëel moet je ook zijn. Ja, als er nou een club zegt van voor de zin, wij willen je wel overnemen, dan denk ik, zou ik gewoon nog zelf zeggen, zou je zeker weten. Ja, je moet wel reëel zijn, toch? Ja. Ik heb goede seizoenen gehad bij AZ ook. Ja, dat klopt. Maar bij RBC... Je was veel dominanter vroeger. Komt ook wel door het team ook. Je bent aanvoerder, het gaat allemaal lekker. Ja, het einde is wel in zicht, dus dan is ook de vraag gerechtvaardigd, wat ga je na je carrière doen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, echt niet? Nee, dat is echt waar zo. Ik denk dat je wel een goede jeugdtrainer zou zijn. Ik zou het niet weten. Ik heb nog 1,5 jaar, dus zeg maar contract. Dus wat, als ik zou willen, kan ik gewoon nog 1,5 jaar voetballen. Mm-hmm. Dus dan zou ik nog 1,5 jaar de tijd moeten hebben om... Ja, om erover na te denken wat ik ga doen. Maar ik vind het heel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja, het moet wel iets zijn wat ik echt heel leuk vind. Dat is ook wel het belangrijkste natuurlijk. Hè? Maar goed, je bent een gepassioneerd voetballer, dus... Ja, ik weet niet eens in de voetballerij. Maar tegelijkertijd is er voor jou weer meer dan voetbal. Ja, maar de voetballerij zijn toch allemaal mafketens, man. Ja? Ja. Maar dan ik loop dus al 14 jaar mee, nou, je weet niet wat je meemaakt. Ja, in de maatschappij zal het ook wel zo zijn, hoor, dat weet ik niet. Ben je zo'n buitenbeentje? Ja. Ja, je kan je er buiten treden en ernaar kijken. Nou, ik heb echt heel vaak dat ik denk van, zijn jullie in godsnaam allemaal dat doen, stelletje. Ja? Ja. Maar ja, als ik dan zulke uitspraken doe, dan denk ik, ja, bij jezelf, dat moet jij zeggen. Want je bent nog niet allemaal 100. Je leidt het circus. Ik leid het circus, ja. Ja. Oh. Ik vond het ongelooflijk leuk dat je er was. Ik ga me met jou bezighouden wat je in vredesnaam moet gaan doen. Nou, mijn carrière, ja. Ik denk toch dat je het best af bent als jeugdtrainer. Denk je dat? Maar goed, daar zullen we het nog over hebben. Is goed. Oké. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Correct Sport Studio. John, terug naar jou. Philip en José, bedankt. We sluiten af met het nieuws dat Salomon Kalou waarschijnlijk toch in het Nederlands elftal kan spelen. Minister Verdonk is in het hoge beroep in het ongelijk gesteld, waardoor de naturalisatie steeds dichterbij komt. Vrijdag gaan we weer verder met meer sportnieuws. Tot dan! Ja, dat had normaal niet gekund. Ja, dat ook. Het moet weer over, vriend. Ja, bedankt. Ja.